Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we voor het eerst weer een herfstarrangement maken. De zomer is nog niet helemaal voorbij, maar we hebben er toch al een beetje zin in om het weer gezellig te maken in huis met mooie herfsttinten. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. We gaan een heel mooi natuurlijk bloemstuk maken. Ik heb al een mooie ondergrond voor me liggen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En jullie hebben een winnaar van mij te goed die mee heeft gedaan aan de vorige winactie. En die komt aan het eind van deze video. Dus blijf vooral kijken als je mee hebt gedaan. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het dan naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Lekker makkelijk en we gaan gauw aan de slag. Te zeggen en heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deelt op Facebook of Instagram en tag mij, dan maak je elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Dat is natuurlijk super leuk. En heb je geen Facebook of Instagram, dan kan je ook een review achterlaten op Google. En ik vind het gewoon super leuk om te zien wat jullie hebben gemaakt naar aanleiding van mijn video's. Dus het hoeft niet per se een pakket te zijn wat je bij mij bestelt, maar ik kan ook gewoon ja, dat je zelf aan de slag bent gegaan. Dat mag natuurlijk ook. Maar wij gaan vandaag aan de slag met deze hele gave ondergrond. Hij is heel zwaar, hij is echt mooie kwaliteit. Zoals je ziet zit er een raster onder, dus je kan hem heel mooi neerzetten. En daar gaan we mee aan de slag. In de herfsttinten, dus heel erg leuk. En zoals je ziet zijn de stronken allemaal aan elkaar bevestigd. Heel erg gaaf. En wat we eerst gaan doen is mos ertussen doen. Want zoals je ziet heeft het wat gaten en daar kun je mooi tussen werken. We gaan mooi flesjes werken, lampionnetjes heb ik, leuke vetplantjes. Dus het wordt ook nog eens een super sterk en houdbaar stuk. Wat ook leuk is, is om aan het eind eventueel lampjes in te doen. Maar ja, we gaan nu gewoon gauw beginnen. Ik pak dus eventjes de bolmos en die stop ik ertussen. Je kan bolmos prima breken. En je kan hem er zo tussen klemmen. En dan blijft het eigenlijk gewoon heel goed zitten. En je ziet al dat het heel wat doet. Het geeft mooi de frisse kleur. En het is mooi natuurlijk. Dan heb ik de vetplantjes. En allereerst ga ik even de buitenkant afwerken. Ik gebruik daar dit ja, soort nepleer is het. Gebruik ik ervoor. En die wikkel ik eromheen. En daaromheen doe ik weer touw. Om het af te werken. Ik knip het eerst even op maat. En daar doe ik een touwtje omheen. En dat doe ik bij alle potjes. Kijk, zoals je ziet geeft dan een heel leuk effect. Wel een mooie natuurlijke kleur. Als je dat hebt gedaan, gaan we eerst eventjes de flesjes bevestigen. Je kent ze misschien wel, deze kleine flesjes. En deze kan je er ook gewoon weer tussen stoppen. Als het nodig is, kan je lijm gebruiken. Maar door deze houtconstructie blijft het eigenlijk al heel goed zitten. Wil je het echt gaan vervoeren, adviseer ik het wel om extra te bevestigen. Maar het zit al mooi stevig in. Hier kunnen we straks mooi de bloemetjes in doen. En het leuke is dus ook dat je elke keer die flesje weer uit kan halen. En gewoon weer nieuwe bloemetjes in kan doen. En dan kun je ook de plantjes ertussen bevestigen. Dat doe ik op drie verschillende plekken. En dan vullen we de flesjes even met water. Je kan het met een klein gietertje doen, maar ik gebruik deze fles omdat ik het gewoon lekker makkelijk vind. En deze staat ook te koop in de webshop, mocht je dat ook handig vinden, want dit smeert helemaal niet. Je kan het gewoon elke keer weer gebruiken. Als je kleine flesjes moet vullen is het ideaal. Zo. Die gaan we straks vullen. Dan gaan we nu verder met de rest van de materialen. Ik heb hier mooie lampionnetjes en paddenstoeltjes. Maar ook deze mooie dennenappels. Hier zitten eigenlijk overal een beetje stelen aan. Maar als dat er niet tussen zit dan kan je ze er gewoon of tussen leggen of lijmen. En kijk wat, hoe gaaf deze kleurencombinatie al is. Super mooi.
Dan de lampionnetjes. Het geldt eigenlijk hetzelfde. Je kunt ze ertussen lijmen. Maar wil je nou heel graag de ondergrond elke keer weer gebruiken, bijvoorbeeld met kerst, dan kun je ze ook eventueel gewoon tussen leggen. En het geldt ook voor de paddenstoeltjes, want er zit al een mooi steeltje aan. Hoe leuk weer het herfst, hè? Ik krijg er toch weer zin in. Het is ook wel weer gezellig, hè? Ik ben wel benieuwd, welk seizoen is jullie favoriet? Laat het vooral even weten. Ik vind zelf kerst heel erg leuk. Maar herfst heeft ook wel weer wat. Ik vind het wel gezellig. Vooral de vaccines en zo. En kijk hoe mooi deze basis dan al is. Dan gaan we de bloemetjes toevoegen. En het leuke aan dit stuk is natuurlijk dat je elke kleur bloem er eigenlijk in kan doen. Ik ga het wel ommaken in de wat warmere tinten. Ik werk wat meer met roze en oranje samen. En dan zul je zien dat het een heel mooi geheel wordt. Maar mocht je nou bijvoorbeeld rood leuk vinden, kan je dit ook prima verwerken. Of je kan het ook gewoon in het wit naturel houden. In combinatie met het oranje is het ook heel mooi. En wel mooi voor richting de herfst. Ik steek dit weer op verschillende hoogtes. En je kan de bloemetjes eigenlijk gewoon leuk verdelen in de flesjes. Het mag best wel wat zwieriger en wat sprieteriger zijn, laten we zeggen. Dus er mag best wel hoogteverschil in zitten. En het leuke eraan is dat je ook gewoon als je een keer wat bloemetjes over hebt, dan kun je dat heel leuk in zo'n flesje of in zo'n bloemstuk verwerken. En met een paar bloemetjes heb je het ook gewoon weer heel mooi. Snij de bloemen wel goed schuin aan. En let erop dat je je flesjes regelmatig bijvult. Want dat, er zit natuurlijk minder water in. En daardoor zijn ze natuurlijk sneller leeg. Dus dat is wel belangrijk dat je dat even regelmatig checkt. Je kan het bloemstuk dan ook in gewenste kleur bestellen. De ondergrond is overal gewoon hetzelfde. Maar de bloemetjes kan je naar wens bestellen. En straks met kerst haal je de herfstmateriaaltjes eruit. En doe je er een leuk kerstballetje in. Dat is ook echt super leuk. Kijk wat voor prachtig apart bloemstuk we dan weer op tafel hebben. Echt super lang houdbaar. Ik zal je het even van dichtbij laten zien. En zoals je ziet is het bloemstuk dus helemaal niet moeilijk. Maar je kunt er wel heel creatief mee aan de slag. En je kunt met zo'n mooie baas echt een heel mooi bloemstuk maken. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Jullie hebben een winnaar van mij te goed. Die komt hier in beeld. Gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen. En jij hebt een cadeaubon ter waarde van 10 euro gewonnen. Dus gefeliciteerd. En